Hoi, mijn naam is Rosanna. Ik heb deze clip voor jullie gemaakt om mijn werkervaring in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten met jullie te delen. Voordat ik aan onze opleiding begon, heb ik namelijk gewerkt als onderzoeker en ontwikkelaar van nieuwe voedingsmiddelen, onder andere bij Jumbo supermarkten. Deze clip kun je bijvoorbeeld gebruiken om inspiratie op te doen voor het concept dat je gaat ontwikkelen binnen deze module. Daarnaast laat ik je zien welke stappen je kunt doorlopen. Vanaf het moment dat een productbehoefte ontstaat, tot aan het eind, het moment dat het product in de schappen ligt. Laten we gaan beginnen met de eerste stap. Wat kunnen factoren zijn waardoor een supermarkt producten moet gaan ontwikkelen? Grondstoffen voor een product kunnen bijvoorbeeld niet meer geleverd worden of niet meer toegestaan zijn. Er moet dan gezocht worden naar een vervangend component en het product dient aangepast te worden. Er kan ook sprake zijn van een convenant. Dit is een vrijwillige afspraak tussen producenten en retailers om producten aan te gaan passen. Gezondheidsbevordering is hiervoor vaak een aanleiding. Andere redenen kunnen zijn veroudering van het assortiment of verzadiging van de markt, waardoor groei met nieuwe producten een oplossing is. De volgende stap is het opstarten van de tender. Dit is de verdere uitwerking van het idee door verschillende afdelingen van de supermarkt. Denk hierbij aan een kwaliteitsafdeling, een afdeling voor het ontwerp van de verpakking, een marketingsafdeling en de inkoopafdeling. Deze ideeën moeten vervolgens vertaald worden naar concrete voorwaarden waaraan het nieuwe product minimaal moet voldoen. Maar wat staat er bijvoorbeeld in zo'n document? Een onderdeel zijn alle kwaliteitseisen. Enkele hiervan zijn bijvoorbeeld de ware wettelijke benaming, ingrediënten die wel of juist niet aanwezig moeten zijn, allergenen en microbiologische, chemische en fysische eisen. Vervolgens wordt een samenvatting van alle voorwaarden gebruikt om leveranciers uit te nodigen die in staat lijken om het nieuwe product te gaan maken. Leveranciers die geïnteresseerd zijn sturen de eerste productvoorstellen daarna op naar de supermarkt. De volgende stap is een interne keuring. De productvoorstellen van verschillende leveranciers worden met elkaar vergeleken. Hebben de leveranciers geleverd volgens de opgestelde voorwaarden? Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de verpakking van de aangeleverde monsters. En de productkwaliteit wordt beoordeeld, zoals uiterlijk, geur en smaak. Na deze keuring is er een selectie gemaakt van een beperkt aantal leveranciers die doorgaan naar de volgende ronde. Leveranciers die geselecteerd zijn voor een vervolg worden uitgenodigd voor een deelname aan een extern productonderzoek. Intern, bij de supermarkt, kan men veel van het product vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe een consument het product beoordeelt. Er zijn diverse bureaus in Nederland gespecialiseerd in dit type onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn Ivomar, Mobile Center en Essensor. Een verschil in sensorisch onderzoek is het onderscheid tussen analytische en hedonische testen. Bij analytische testen gaat het erom de smaak te onderzoeken, zonder op zoek te zijn naar voorkeuren. Wanneer een productontwikkelaar bijvoorbeeld een ingrediënt wil vervangen door een goedkoper alternatief en wil dat men dit niet proeft, kun je dit nagaan met zo'n analytische test. Wil je weten of een product wel of niet lekker wordt bevonden, dan kun je gebruik maken van een hedonisch onderzoek. Consumentenpanels worden hier vaak voor gebruikt. Na de externe test gaat men na of het product goed bevonden is of er nog wat aangesleuteld kan worden. Is het product bijvoorbeeld nog te zoet of te zout? Bedenk hiervoor wat de ingrediënten voor eigenschappen hebben en waarop ze allemaal invloed kunnen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld minder suiker toevoegt, wordt het product misschien niet alleen minder zoet, maar kan het ook minder mondgevoel geven. Wanneer de productkwaliteit na een eventuele aanpassing akkoord is bevonden, is het nog niet helemaal klaar. Volgende stap is het invullen van de productspecificaties door de leverancier. De gekozen leverancier dient de ingrediënten van het nieuwe product in te voeren in het specificatiesysteem van de supermarkt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de warewet, alle regels voor de Nederlandse voedselveiligheid. De supermarkt controleert deze informatie en gebruikt dit als basis voor het opstellen van de etiketten op de verpakking. Deze controle wordt overigens vaak uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus. Voorbeelden hiervan zijn Precon, KTPA en Bureau voor Kwaliteitszorg. Wanneer de specificaties zijn ingevuld en goedgekeurd, kan het contract voor het nieuwe product worden afgerond tussen beide partijen. De eerste productiemonsters worden vervolgens gemaakt door de leverancier. Deze worden nogmaals getest door de supermarkt om na te gaan of de kwaliteit daadwerkelijk is zoals eerder afgesproken. Indien alles akkoord is, kunnen de producten verder geproduceerd worden en aan de winkels geleverd worden. Wat zijn nu voorbeelden van producten die recent geïntroduceerd zijn en werken aan gezondheidsbevordering, maar ook commercieel interessant zijn? Een voorbeeld is het in stappen reduceren van suiker in frisdranken. Een geleidelijke afbouw kan ervoor zorgen dat het smaakverschil minimaal waarneembaar is. En suiker kost geld,
Naast gezonder wordt het product dan ook goedkoper om te produceren. Wanneer je denkt aan een nieuw concept, zijn maaltijdpakketten een voorbeeld. Deze spelen in op de behoefte om met minder inspiratie en weinig tijd toch een gezondere maaltijd met verse ingrediënten op tafel te kunnen zetten. Een aanpassing van de verpakking kan ook een manier zijn. Dit voorbeeld maakt het makkelijk om fruit mee te nemen voor onderweg. Je kunt ook denken aan een bestaand product voor een nieuw doelgroep. Dit product, Woezel en Pip Thee, richt zich bijvoorbeeld op het verhogen van de consumptie van suikervrije dranken, specifiek gericht op kinderen. Tot slot zou je voor meer inspiratie nog terecht kunnen bij de volgende websites. Veel succes met je zoektocht naar een geschikte opdrachtgever.